Goedemiddag, u bent rechtstreeks verbonden met Hartje Rotterdam, plein 1940. Waar de herdenking plaats zal vinden van Rotterdam. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom. Vandaag herdenken wij allen het bombardement 14 mei 1940, exact 70 jaar na dato, dat vrijwel de gehele binnenstad verwoestte. Zo net luisterde u naar een compositie van Miranda Driessen, studenten Codaars Hogeschool voor de Kunsten, genaamd Signaal Rotterdam 14 mei, gespeeld door het Codaar Koperkwartet. Nu volgt een muzikaal intermezzo van het Erasmus Kamerkoor met de uitvoering van Een Zwoele Nacht, tekst Maria Heiden, muziek Marco Kalkman. Een zwoele nacht in mei, de 14e mei. Onschuldigen slapen en dromen van geurende bloesem in mei. De stad ontwaakt, de zon die wacht op een nieuwe dag in mei. Een geluid komt naderbij, onweer in mei. Onzeker, houden, en zelfs schaduwen.
vroeg, mijn God. Yeah.
En dagenlang sneeuwt het zwart in Rotterdam. Zwart, zwart was de bloesem. Zwart was de bloesem in mei. Dames en heren, graag geef ik nu het woord aan de burgemeester van Rotterdam, de heer Ahmed Aboutaleb. U keek en luisterde naar een compositie van Marco Kalkman. Ooit studeerde hij aan het Rotterdams Conservatorium en de tekst was van misschien wel Rotterdams meest bekende boekverkoopster, Maria Heiden. Dames en heren, deze herdenking. Het woord is aan burgemeester Aboutaleb. Met zoveel hier naartoe bent gekomen. Voor mijn gevoel is de groep vandaag weer meer dan vorig jaar. En dat zegt iets over de betrokkenheid van vele Rotterdammers bij de gebeurtenissen van 1940. Graag zou ik aan het begin van deze herdenking uw aandacht willen vragen voor het vreselijke ongeluk dat heeft plaatsgevonden in Libië, nabij het vliegveld in Tripoli. Tientallen landgenoten hebben daar naar alle waarschijnlijkheid het leven gelaten. En het lijkt mij gepast om hier met elkaar in gedachten te zijn bij de nabestaanden, de familieleden die het leed moeten dragen. En vanuit deze plek onze regering in alle wijsheid te wensen die nodig is om de nasleep de komende dagen op een goede manier tot een goede einde te brengen. Dames en heren, vandaag herdenken we de verwoesting van de Rotterdamse binnenstad op 14 mei 1940. Die verschrikkelijke minuten waarin de stad door bommenwerpers werd bestookt. En daarna de felle brand die bijna de gehele binnenstad van Rotterdam in vuur en vlam zette en met de grond gelijk maakte. Die dag, ook die zoveel heeft betekend voor zoveel Rotterdammers en die zo bepalend is geweest uiteindelijk voor de ontwikkeling die Rotterdam heeft doorgemaakt. Het is vandaag 70 jaar geleden. 70 jaar later staan we hier op dezelfde plek, hetzelfde moment, enkele minuten voordat vliegtuigen kwamen. We staan hier in het centrum van de stad en we gaan 70 jaar terug in de tijd. De Duitse commandant Schmidt staat op de 13e verdieping van de graansilo aan de Maashaven. Hij kijkt over de stad en ziet de naderende vliegtuigen. Hij had nog geprobeerd, zo willen de verhalen, om met telegrammen de aanval op Rotterdam uit te stellen. Ook had hij nog opdracht gegeven om rode lichtkogels af te vuren, waardoor de bommenwerpers zouden afzwenken. Maar het heeft niet mogen baten. Het heeft niet mogen helpen. Het hoofdkwartier in Duitsland wilde van geen uitstel weten. Hitler en zijn mannen wilden Rotterdam vernietigen. Als een grommende doodsbedreiging kwamen de bommenwerpers aan vanaf de oostelijke stadsrand bij Kralingen Rotterdam binnenvlieg. Ze kwamen snel en snel akelig dichtbij. Frans Engels woont aan de Gouwse Singel. De hele familie is er, want zijn zusje is jarig. Ze zijn net bezig om haar te feliciteren als ze een vliegtuig horen aankomen. Ze snellen naar de kelder en dan een vreselijke klap. Ze worden weggedrukt. Als de schok voorbij is, kunnen ze de kelder bijna niet uit. Grote linnenkasten zijn naar voren gevallen. Met veel moeite krijgen ze de deuren open. Op de Goudse Singel is een groot gat geslagen. Pater Bonaventura Kruidwagen zit in de kerk aan de Westerwagenstraat en hoort het akelige
huilen van die bommenwerpers als ze duiken. Het gieren en fluiten van de vallende bommen. Nog geen halve minuut later is de Westerwagenstraat aan de buurt. De pastorie krijgt 2 voltreffers. De Rosaliekerk ook en verder regent het bommen in de hele omtrek. De pater ziet alles instorten. Met donderend geweld. De stad brandt. De Laurenstoren staat nog overeind, maar het dak van de kerk is verwoest. Waar we nu staan, op de hoek van de Blaken- en Leuvenhaven, de plaats van de zeevismarkt, ligt alles in puin. Boven de stad hangt een dikke laag rook. Mensen vluchten naar de Kralingse Plas, naar het land van Hoboken. Bijna 80.000 Rotterdammers raken in één klap hun huis kwijt. Overal zie je vluchtende mensen met huisraad boven zich. Vanochtend hoorde ik nog een verhaal waarin verteld werd hoe mensen met keukengerei boven hun hoofd de straat oprenden. Met wat dekens, met de handen gericht naar de hemel. Vragend. Vragend aan wie? Wie luistert dan? Wie doet wat? Wie is in staat het vreselijke geweld te stoppen? Waartoe dient het? En waarom? Vele vragen. Zoals dit beeld van de verwoeste stad, het beeld van Zadkine, laat zien hoe verwoest die stad toen was. Ken het mooie beeld. Het hart is eruit, de handen de lucht in, vragend, niemand antwoordt. Dit beeld schreeuwt het uit. De pijn, het verdriet, de wanhoop, de brandende stad. Maar dit beeld staat niet alleen voor verwoesting. Het is ook het symbool geworden van de wederopbouw, van het verzet tegen onrecht. Dat komt omdat het zo kraakhelder en zo ondubbelzinnig aangeeft voor welke taak Rotterdam stond en voor welke taak Rotterdammers stonden, namelijk de stad weer een nieuw hart geven door hard te werken. En dat is uiteindelijk ook gebeurd. Met grote opoffering en met een geweldige doorzettingsvermogen is de binnenstad weer opgebouwd. De Blaak hier werd gedempt met de puin van het bombardement. Er langs kwamen de hoofdkantoren van de grote banken. Rondom dit beeld verrees het nieuwe Rotterdam. En oprecht zijn we trots op al die Rotterdammers die van Zadkine van vroeger een welvarend stadshart hebben gemaakt. Die op het puin of, zoals ook oude Rotterdammers nog altijd zeggen, die op de puin een stadscentrum hebben gebouwd van internationale allure. Nog steeds verrijzen er nieuwe woongebouwen en kantoorpanden in het centrum van de stad die bijdragen aan die internationale status. Hier verderop staat de Red Apple, een nieuwe woontoren die 170 meter de lucht insteekt. Staat wat mij betreft voor overwinning. Die naam verrijst gedeeltelijk naar de kleur van het gebouw, maar ook naar de appelmarkt die daar vroeger was. Daar werden vroeger de appelen aangevoerd en verhandeld. En op de kade, vlak naast het hoge gebouw, staat een wilde appelboom, gegroeid uit een klein zaadje dat is achtergebleven van die appelmarkt. Die boom daar heeft alle veranderingen in Rotterdam overleefd en kreeg zelfs van onze stadsdichteres een eigen gedicht. Het bombardement van 14 mei 1940 en ook de brand die erop volgde en ook het puinruimen daarna en ook de hongerwinter en ook de wederopbouw van de binnenstad en zelfs ook de bouw van Red Apple. Die appelboom, dames en heren, is een prachtig symbool van het doorzettingsvermogen van Rotterdam en de Rotterdammers. Meteen na het bombardement gingen mensen aan de slag om het puin te ruimen en de vlakte te effenen. Binnen 4 dagen reed de tram weer en binnen 10 dagen lagen er plannen voor de wederopbouw. Doorzetten en aanpakken. Doorzetten en aanpakken.
Rotterdam heeft in mijn ogen het patent op deze werkwoorden: doorzetten en aanpakken. Deze begrippen bepalen het karakter van de Rotterdammers en daarmee ook de identiteit van de stad. De herdenking van het bombardement is een dag van verdriet over wat er gebeurde, maar ook een dag van vertrouwen in de toekomst, een dag van vooruitzien, een dag van saamhorigheid, een dag van elkaar vasthouden en het vertrouwen hebben in de toekomst die we met elkaar kunnen en jawel, in de toekomst die we met elkaar zullen bouwen. Want zo is de geschiedenis van onze stad. Problemen onderkennen en nieuwe wegen inslaan. Een geschiedenis van vrije mensen die niet aan een leiband lopen, maar die de handen ineenslaan. Het bombardement van Rotterdam leert ons dat we verschrikkingen kunnen overwinnen, dat we ons bestaan vanaf de grond weer kunnen opbouwen. Maar leert ons ook dat vrede niet gratis is, dat het opofferingen nodig heeft om te kunnen blijven zegevieren. Daarom is de 14e mei ook een dag van hoop. Dank u zeer. Burgemeester Abu Taleb, die nog eens de verbinding legde met die verschrikkelijke gebeurtenis in 1940. En dames en heren, graag uw aandacht voor onze stadsdichteres Diana Weerenova. De burgemeester zei het al, als je een stad in puin kunt veranderen, moet je uit puin weer een nieuw leven maken. In vredesnaam. Mijn nacht is breekbaar als een kolibrievlinder. Vreemde stappen naast mijn bed. Laarzen groot als wolkenkrabbers. Het bliksemt en knalt en ik sta weer op straat. Klein, alleen. Ik ren naar het slagveld om een gedicht te schrijven. Graaf geen kuil voor gevallen woorden. Ik laat de bomen stapelverliefd ruisen. De bergen elkaar opnieuw ontmoeten. En om geen kind te zijn dat nooit meer slapen kan, geef ik landen voeten om het geluk met ons te delen. Voor vrede plant ik een stokroos. Een echte. Met kaars rechte rug. Namens het gemeentebestuur en alle burgers van Rotterdam zal de burgemeester nu een krans leggen. U hoort het, de eerste krans die gelegd gaat worden door de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb. Waarna het zometeen tijd is voor de 2 minuten stilte, de uiteindelijke herdenking. 70 jaar. Die middag, 70 jaar geleden, die middag, rond 2:05, exact nu dus 70 jaar geleden, begon het bombardement op de stad. Een feit wat wij nu aan het herdenken zijn.
zal nu een krans of tak gelegd worden door het korps mariniers. Het korps mariniers, het onderdeel van de Nederlandse strijdkrachten, wat natuurlijk bijzonder betrokken was bij de verdediging van de stad. En waarvan wij allemaal weten dat dat nooit kon lukken. Alle klokken in de binnenstad gaan nu luiden in verband met de herdenking. In verband met het feit dat exact 70 jaar geleden op dit tijdstip de stad werd gebombardeerd. Voormalig verzet Zuid-Holland. U ziet het na 70 jaar nog steeds, emoties. Bond van wapenbroeders. Die op dit moment nog in leven zijn, want we moeten eerlijk zijn, dat worden er natuurlijk steeds minder. Comité ter behartiging nationale belangen. Met lid van het comité, de voormalige voorzitter van de Tweede Kamer, Frans Wijsglas. Rotterdammer uiteraard. De overige belangstellingen, belangstellenden worden uitgenodigd hun bloemen of krans neer te leggen. Graag nu uw aandacht voor een aantal gedichten geschreven door kinderen uit groep 8 van openbare basisschool Het Landje, genaamd Vrede en Vrijheid. Ik ben Sophie. Bombardement. Mensen waren aan het eten. Er komt een vliegtuig.
Waarom een vliegtuig? Met een bom? Ja. Hij komt neer en... boom. Vuur. Overal vuur. Ren naar buiten? Naar binnen? Of moeten we stilstaan? Iedereen stond stil. Maar Rotterdam stond op zijn kop. Waarom moest dit? Waarom moest dit zo? Waarom vuur? Waarom verwoesting? Waarom angst? Oorlog, verschrikkelijk. Ik ben Nio. Waarom? Waarom is er oorlog, haat en jaloezie? Waarom is er geen vrijheid? Hebben zij dat niet? Waarom bestaan er bommen? Val je elkaar aan? Waarom moeten ze bang zijn om de straat op te gaan? Waarom is er discriminatie? Is niet iedereen gelijk? Waarom is er verschil tussen arm en rijk? Waarom is het gebeurd? Bommen op ons hart. Waarom zijn we het kwijt? Het hart van onze stad. Kon ik de tijd terugdraaien, dan had ik dat gedaan. Dan had het oude hart van Rotterdam nu nog steeds bestaan. Ik ben Nina. Deze stilte was er vroeger niet. Er was altijd wel oorlogsgeweld of iemand die huilde. En als het stil was, deze stilte was er vroeger niet. Deze stilte, wat moest het betekenen? Dat de oorlog voorbij was of dat er iets naar ging gebeuren? Je durfde niet gelijk naar buiten. Stel dat... Deze stilte was nodig, maar dat kregen ze niet. Deze stilte was spanning. Deze stilte was nodig. Deze mooie stilte, die was vroeger bijzonder. Die hoorde je alleen maar in je dromen. En als je geluk had, soms nog als het nacht was. Deze stilte is bijzonder. Die mogen we niet verbruiken, vergeleken hier en nu. Deze stilte is bijzonder. Als we deze stilte verbruiken, of te vaak vergeten. Als je even geen geluid wil, maar deze stilte. Dan moet je toch niet denken dat deze stilte er vroeger niet was? Als je dan denkt aan... Maar als je deze stilte hoort, dan wil je hem toch vaker horen? En dan deze momenten herdenken op dat moment? Ik ben Helena, 14 mei. Meer dan 70 jaar geleden, op 14 mei, was het bombardement in Rotterdam. Nu is de oorlog lange tijd voorbij, maar we missen een groot deel van onze stam. De knallen die er waren, verschrikkelijk luid. Mensen wilden vertrekken en er snel tussenuit. 5 jaar later, zo rond dezelfde tijd, was Nederland uiteindelijk bevrijd. Thank you.
Dames en heren, jongens en meisjes, hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Signaal Rotterdam 14 mei. Een compositie van Miranda Driessen. Zij is student aan het Codarts, het Rotterdams Conservatorium. Werd uitgevoerd door het Codarts Koperkwartet. En zo werd deze herdenking ook afgesloten aan die verschrikkelijke gebeurtenis 70 jaar geleden, waarbij 800 Rotterdammers overleden. 24.000 woningen werden verwoest, 34 kerken, waaronder 2 synagogen, werden platgelegd en 80.000 Rotterdammers dakloos werden. En waarbij we na 70 jaar weten dat Rotterdam nog steeds aan de gang is om uit de puinhoop te verrijzen. U keek naar een rechtstreekse uitzending van het plein 1940 bij dat prachtige beeld van de beeldhouwer Ozip Zadkine. Maar door de hele stad zijn vandaag activiteiten die het bombardement herdenken. En daarvoor natuurlijk aandacht in onze uitzending straks van 5 uur. Vanaf het plein 1940, een goede middag.